Oké, okay, dat doet echt pijn. Oh shit. Oké, okay, kan dit? Alright, ja, jongens, laten we zo Skyrim gaan spelen. Het is. Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe Skyrim episode van Vonk Snow. Yo, waar de fuck gaat iedereen heen? Ik heb geen idee. In ieder geval, jongens, in de vorige episode. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn neus. Nee, dat is niet waar. Maar het is, was in ieder geval wel heel pijnlijk. Want in de vorige episode had ik dus een wasknijper. Zeg maar voor de helft van de episode op mijn neus gedaan. Was echt heel pijnlijk en ik praatte echt heel raar. Het was echt geen pretje. Maar die challenge die geldt nog steeds. Dus ik heb hier nu voor vandaag. Als wij vandaag doodgaan, dan moet ik er dus twee doen. Want die ene van de vorige episode die geldt dus nog steeds. En dan moet ik er nog eentje bij doen. Laten we gewoon hopen dat ik niet doodga. Dat is ons plan, jongens. Gewoon niet doodgaan. Ik weet dat jullie allemaal wel willen dat ik doodga waarschijnlijk, want jullie zijn echt allemaal niet aardig voor mij. Maar jongens, wij moeten in ieder geval nu, onze quest is, recover the Elder Scroll, als ik goed heb, daarheen. Dus we moeten naar Aftand, Alftand. Geen idee wat het is, ik doe even mijn geluid iets zachter, there we go. En let's go. Ik heb geen idee of dit een moeilijke dungeon of zo is. Ik hoop het niet. Want, oh shit, dat is, oh my god. Ik zag die even niet. Jongens, pak ze. Iemand, please. Oh, ze doen ook helemaal niks. Wacht, ik ga hem recht in zijn gezicht schieten, wacht. Recht in zijn gezicht. Komt hij, hè? Komt hij goed. Oh ja, gaapt. Oh shit, net niet. Oh shit, uh-oh. En ze zijn dood. Ja, ze worden afgeslagen waarschijnlijk. Dude, deze beesten hebben veel HP ook nog, hè. En dat is one. En de andere is ook dood. Oké, okay, ik hoef helemaal niks te doen. Zoals altijd. Horker meat. Nou, weet je... Nee, heb ik helemaal niet nodig. Ik heb het niet nodig. We hebben geen eten nodig om health te restoren. Nu niet. Ik zie een... Oh, Jesus Christ. Ik wou net zeggen, ik zie een rood stipje in mijn balk. Maar dat was jij dus. Hoe kon ik jou niet zien? Ja, dik zaak. Oké, okay, in ieder geval. Volgens mij moet deze kant op. Maar ik zei dus, ik weet niet of het een dungeon of zo is, dat Alftand. Ik kan het me niet goed herinneren. Maar ik hoop het niet. Nou ja, het zal wel leuk zijn, maar ik hoop niet te moeilijk. Want ik wil niet doodgaan. Ik bedoel, dan moet ik er dus weer één op mijn neus doen. Maar dan zit ik even na te denken waar ik dan die andere wasknijper zal doen. Ik bedoel, mijn oor kan niet, want dat zit... Ja, het zou misschien kunnen. Ik weet niet, jongens, we zien dat... Laten we er maar gewoon vanuit gaan dat ik niet doodga deze episode, oké? Okay? Jongens, please. Thanks. Alright, gaan we de goede kant op? Ja. Oh, Jesus Christ, het is echt nog heel ver lopen. Dude, ik onderschat die afstanden altijd in Skyrim. Het is gewoon veel. Het is gewoon lang en veel. Geeft dit nou licht of ligt dat aan mij? Hey, dat heb ik niet nodig. Het maakt ook een geluidje zelfs. Het is een van een magisch kruid of zo. Maar aangezien wij niet zoveel met magic doen, is dat niet echt... hebben we niet nodig. We don't need it. Mag ik hier even op? There we go. Ik zou wel een paard kunnen gebruiken nu. Dat zou ik zeker kunnen gebruiken. Dit is Winterhold, toch? Even kijken. College of Winterhold, ja. Dude, we moeten... Waarom fast travel ik niet gewoon hierheen? Ik ben zo dom. Ik zat ook helemaal niet over na te denken dat ik kon fast travelen. Jongens, we fast travelen even een klein stukje. En dan ga ik vanaf daar gewoon naar Alftand lopen. Ik weet niet of het een dungeon is. Ik kan me echt niet herinneren. Echt niet gewoon. Maar het is alsnog vanaf hier nog een eindje lopen. Dus we moeten dan die kant op. Kan ik hier even uit? Ken je mij? What up? What's up? Oh, en hij loopt weer weg. Oké. Okay. Dat was een awkward, raar gesprek. Hij zegt, yo, ik ken jou. En hij duidt zich om en hij gaat weg. God damn it. Ik voel me wel een beetje famous. Jongens, ik ben de Dragonborn. Kunnen we hier overheen? Ik hoor een draak. Oh-oh. Ik hoor een draak. Shit. Ik hoor hem. Ik zie hem. Daar is hij. Hij gaat mij zo zien. Ik weet het zeker. Als hij omdraait, gaat hij me zien. Vlieg maar gewoon in een rondje, oké? Okay? Oké, hij gaat in een rondje vliegen. Jesus Christ, hoezo zit hier... Waarom zit hier bij deze stad een draak? Dat... Wat? Waarom zit hij erbij? Oké, kan ik hier opkomen? Please! Oké, okay, shit. Oké, okay, we moeten wel deze kant op, jongens. Ik kan niet over die berg heen hier. Dus hier is het ook te stel, denk ik. Of kan ik hier... Oh, misschien kunnen we hier wel op. Oh, dit is wel heel stel. Nee, dit gaan we niet lukken. Dang it! Oké, okay, we moeten toch maar om de stad heen lopen. Mind the way. Hij mond, dude. We moeten er omheen. Hoe kom ik er dan omheen? Wacht, kan ik niet hierin vast travelen? Nee, shit. Dat was wel heel makkelijk geweest, hè. Alright, we moeten even hier uit. Of moet ik toch die kant op gaan dan? En dan om de berg. Maar nee. We moeten wel deze kant op. Jongens, trust me, I got this. I got this, ja. We moeten hier ergens naar boven kunnen. Of een soort wegje naar boven vinden. Misschien kan ik hier wel op. Oh, wacht. Ja. We hebben een pad gevonden. Tenminste, ja, dit is sowieso een pad. Nice. Alleen dan ga ik wel recht naar die draak toe volgens mij. Maar ik hoor hem alleen niet meer. Waarom hoorde ik hem net zo hard? Maar waar is hij nu dan? Meestal hoor je hem dan de hele tijd omdat hij op één plekje blijft. Maar what the fuck? Hij ging in een rondje, dus hij zou hier weer moeten zijn.
Denk ik. Hij kan ook ineens tevoorschijn komen, jongens. I don't know. Ik heb geen idee. Het zou ineens kunnen. Please don't. Please. Jesus Christ, het sneeuwt hier zo hard. Ik krijg er gewoon koud van. Gewoon in real life krijg ik er gewoon koud van. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Maar, oh, ik moet oppassen dat het niet weer gebeurt. Net zoals in de vorige episode dat ik dood viel. Maar, even kijken, zag ik hier nou een wolfje lopen? Oh, nee. Shh. Dat was gewoon een rendier. Of hoe noem je zo'n beest? Een bok of zo. Ik weet niet hoe je dat noemt. Het zal wel. Alright, ik zie geen draak. Geen draak in de lucht. I like it. Ik zie wel heel veel sneeuw. En zijn we al bijna bij... Nou, we moeten nog een stukje rechtdoor en dan zijn we er wel bijna, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nu wel echt hyped voor dat stukje. Is dat een wolf? Dat is een wolf. Fuck die wolf, hij komt hem af. Nee, ze gaan achter dat beest aan. Nee, ah. Goddammit, pak ze. Fucking icewolves, dude. Ze hebben gewoon die bok vermoord. En ik liet hem gewoon leven. Oh ja, dat krijg je ervan. Doe je, rol er maar even af. Go. Waarom wil je niet rollen? Hoe kijkt hij eigenlijk? Nou, huh? Als je pootje bewoog nog. Vond ik even leuk. Mag ik mijn arrow terug? Nee? Oh, hij heeft wel een garnet bij zich. Hij heeft wel even een dikke edelsteen bij zich. Een wolf. Oké. Okay. I'll take it. Zit hier nou een gat? Ja, shit. Dang it. Waarom? Oh, wacht, ik kan ook gewoon deze kant op, toch? Oeh, ik krijg geen fall damage. YOLO fall damage. Nee, dit is... Fuck. Ga me niet vertellen. Ik ben weer helemaal hier. God dang it. Oké, jongens. Ik dacht dat dat... Ik kreeg geen fall damage. Dus ik dacht dat kan wel. Maar dat was wel dieper dan ik dacht. En oké, ik ben dood. Wacht even. Ik ga nog een klein stukje lopen, jongens. En dan doe ik de wasknijpers op mijn neus. Oh my god. Ik wil even hierheen. Wat, is er niet een optie in Skyrim dat je kan blijven lopen zonder dat je iets vast hoeft te houden? Oh nee, dat is niet hierin, hè? Of wel? Is dat... Nee, oké. Okay. Nou, nummer 1. Oh, moet hij weer op mijn neus? Dat is zo pijnlijk. Alright, jongens, komt hij, hè? Nummer 1. Oh, deze zijn kleiner dan de vorige keer. Oh, deze doet nog meer pijn omdat ze kleiner zijn. Oké. Okay. Ah, hij zit er weer op. En nummer 2. Waar ga ik nummer 2 doen? Mijn lip? Oké, laat ik mijn lip proberen. Wacht. Ik moet wel even goed lopen, hè? Deze kant op, oké. Mijn lip. Waarom? Nee, niet nu. Nee, niet nu. Niet nu. Jongens, nee. Shit. Waarom is hij hier nu wel? En ik klink weer als een debiel. Oh my god, ik moet hem van mijn neus afhalen. Nee, ik wil niet nog een keer doodgaan. Jongens, ik moet oppassen. Als ik nog een keer doodga, moet ik er 3 doen. 3. Oh jongens, ik kan dit niet. Ah, sorry. Op je neus is echt verschrikkelijk. Jongens, het is echt erger dan je denkt. Het is serieus erger dan je denkt. Ik wil geen fucking draakgevecht nu. Pak hem jongens, please, iemand. Waarom gaat hij op mij? Waarom gaat hij alleen op mij? Nee, hij gaat niet alleen op mij, man. Wat is dat voor taak? Pas op. Pak hem. Hij heeft nog geen eens damage gehad. Oh, we hebben een probleem. Shit. Oké, ik ren. Dit is dicht. Nee, ik moet niet rennen. Ik ga dood. Ik ga serieus dood als ik ren. Ik heb nog steeds die wasknijper vast. Wacht even. Shit. Hoe gaan we dit doen? Deze is sterk. Shit. Waar is hij? Show yourself. Pussy. Uh-oh. Ik bedoel, dat had ik niet moeten zeggen. Kom dan. Where you at, bruh? Oh, daar is hij. Oh ja, daar is hij sowieso. Raak hem eens, iemand. Oh, ik heb hem raak. Ik had hem raak. Oké, kom. Kom naar beneden. Wacht. Heb ik Dragon Rant? Heb ik die shout al? Ik heb Dragon Rant nog niet. Shit, ik dacht dat ik... Wacht. Heb ik die shout? Nee, even serieus. Wat met Dragon... Ik kan het me niet herinneren. Heb ik Dragon Rant? Nee, shit. Met Dragon Rant, dan kun je de... Of dan kun je hem naar beneden halen. Heb ik je volgens mij al eens verteld, maar... Die moet ik dus nog leren. Shit. Oh, hij is daar. Oké, ren. Oh, ik fuck dit. Ik laat de rest gewoon doen. Nazgul. Ik laat jullie het gewoon doen. Hopelijk target hij mijn dudes en niet mij. Please, target mij niet. Uh-oh. Waarom ga je achter mij aan? Ik hoor hem boven me overvliegen. Ik ga niet... Oké, hij gaat om mijn dudes. Oké, jongens, dit is goed. Oké, wacht. Wasknijper. Oké, wacht. Jongens. Oké. Auw. Oké. Oh, ik vind nu alweer niks. Hé, het muziekje is weg. Oh. Gaat hij op mij? Nee, hij is nog steeds daar bezig. Yes. Jongens, hun fixen het wel. Niks aan de hand. Mijn dudes fixen het gewoon, want dat kunnen ze. Oké? Niks aan de hand. Het is niet zielig. Ze kunnen het. Oké, jongens. Oh, hier kan ik wel naar beneden, hè? Oh, kijk. Het is gewoon een kleine dungeon hier. Alright. Ik vind het helemaal prima, maar hier ga ik niet in. Sowieso niet zonder de rest. Oh.
net als ik mee wil zingen met de muziek, dan gaat hij weg. Waarom ging de muziek weg? Saartal is dit. Het ziet er wel vet uit, maar ik heb daar nu geen tijd voor. Ik wil naar dat alftand ding. Dan moeten we echt even zien te komen. Dan kan ik hem saven. En dan kan ik tenminste terug naar dat punt. Want het is vet ver lopen. Ah. Oh ja, ik moet de tweede ook weer doen. Alright. Neus. I'm sorry. Oké. Yo, wat is dat? Ho, wie is dit? Auw. Wie zijn dit? Wie is dit? Hallo? Yo, wie de fuck is dit? Wat is dat? Jongens. Ik vertrouw het niet. Fuck jou. Shit, het was niet eens raak. Hoe kon ik die missen? Wat is het? Het heeft net wel iets vermoord, dat zag ik. Een springen? Springen, wat? Waarom kan ik hem niet... Schiet! Wat is dit? Wat is het? Ik kan mijn zwaar niet pakken. Schiet hem! Dit is eng. What the fuck is het? Wacht, waarom kan ik mijn zwaar niet pakken? Elven Mace. Oh shit, ik heb het verkeerd gedaan. Elven Mace, pak hem! Nee! There we go! Fuck deze dude! Auw! There we go! Jesus Christ. Wat de hel ben jij? Taproot? What the fuck, is dit een boom of zo? Ah, weer zo'n man. Slow down, explain yourself. Fuck deze dude. Sword him into that man. Fuck hem jongens. Hey, de jongens zijn er weer. Yay. Ik wil niks voor je vasthouden. God, daar krijg ik weer problemen van. Oké, mocht ik nou verder lopen? Ja. Auw, doet nog steeds pijn. Ik weet dat ik die volgende nog moet doen. Doe ik zo, jongens, oké? Ik doe hem zo. Oké, wie ging hier net dood? Wie is dit? Hunter. De Hunter werd net vermoord door dat beest. Alright, dat kan. Lockpick wil ik wel gebruiken. Voor de rest heeft hij... Oh, arrows. Nice. Woodcutters ergens heb ik niet nodig. Alright. Sorry dat je doodgaat, bro. Maar ik vind je loot best wel chill. Maar oké. Wat zit daar? Ik zie een toren. Is dat val? Nee, daar is het. Alftand is daar. Maar daar zit ook een soort torentje of zo. Of het is gewoon een hele rare berg. Kan ook. I don't know. Maar ik denk dat het een toren is. Laat er alsjeblieft niet nog een draak voor dat punt zitten. Want dan gaan we sowieso dood. Is de rest er weer? Ja, hè? Kijk, jongens. Hun hebben dat gewoon gefixt. Ik kon gewoon doorlopen. En hun zeiden van... Yo, Damien. Wij fixen die draak wel. No worries, bro. We got this. Jongens, dat zijn mijn mannen. En ik... Dus het klinkt nog steeds als een debiel. Ik hoor een draak. Are you fucking serious? Ik hoor er weer een. Weet je welke shout ik heb, jongens? Ik heb clear skies. Wacht, moet je kijken. Oh, het werkt niet. Shit, ik dacht clear sky staat er, toch? Ah, shit, ik dacht dat het dan niet meer ging... Oh, hey, kijk. Oh, joh, het werkt. Daar is een draak. Yo, kijk. Kijk hoe ver we nu kunnen kijken, joh. Holy shit. Had ik helemaal niet door. Yo, fuck deze dude. There we go. Jongens, kijk. Holy shit, dit is mooi. Wow, yo. Oh my god, dit is zo vet. Dude. Ik dacht dat hij niet werkte, maar het duurde dus even. Hij werkt wel. En daar was een draak, zag ik. Maar het zal wel, daar gaan we toch niet heen. Maar dude. Kijk hoe vet. Ik heb deze game al zo vaak gespeeld, maar nog steeds verbaast me gewoon. Het is zo vet. Sorry jongens, ik moet even mijn fanboy momentje. Ik moest er even uit. Het is gewoon echt de beste game ever voor mij. Ik hoor hem nog steeds. Shit. Waar is de draak? We kunnen hem nu zien. Kijk dan hoe mooi. Ik hoor hem. Ik hoor hem nu echt hard. Waarom kan ik hem niet zien? Oh, daar is hij. Oh nee. Waar gaat hij heen? Komt hij op ons af? Beter draai je om, bro. Ah, hij gaat daar. Oké, het zal wel. Oké, we zijn er. Dit is Alftand. Wat? Dit is Alftand? Wat is dit? Dit ziet er armoedig uit. Alftand discovered. Wat is hier? Een of ander kampje of zo. Au. Oké, we doen hem erop. Oké, jongens. Zodra we de dungeon ingaan, dan doe ik de tweede wasknijper erop, oké? Okay? Ik vergeet het niet. Wat de hel? We moeten hier naar beneden. Did you see someone run past just now? Wat? Hier, neem. Yes. I'm going to track down that thief. Weet je, fuck jou, dude. Pak die hunter, jongens. There we go. Toren staat er ook echt zo bij te kijken van... Oké. Holy shit, dat was veel bloed. Dit was dus die dude. Die komt naar mij toe. Omdat die andere man dus iets aan mij gaf. Maar ik heb ze nu allebei vermoord. Dus het is niks aan de hand, oké? We hebben het gefixt. Oh, wacht. Ik ga hem even saven. Quick saving. There we go. Hoe kom ik hier op dat bruggetje? Oh, gewoon via daar. Jongens, we gaan geen gevaarlijke jumps maken. Want dan ga ik waarschijnlijk toch weer dood. En deze wasknijper doet nog steeds zo pijn. Ik moet wel zeggen trouwens, jongens. Ik kreeg...
of na de vorige episode, kreeg ik allemaal tweets van jullie binnen. Dat jullie, of allemaal tweets met foto's erbij van mensen die ook een wasknijper op hun neus hadden gedaan terwijl ze mijn episode keken. Ik moest echt zo hard lachen. Ik vind het echt vet baas dat jullie dat gewoon doen. Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Het doet vet pijn. Maar jongens, jullie supporten mij gewoon. Dus oké, we gaan er nu in. Ik doe deze op mijn, kan dit op mijn lip? Auw. Oké, dat doet echt pijn. Auw, shit. Oké, kan dit? Alright, ja. Jongens, laten we zo Skyrim gaan spelen. Het is... Nee, dat wordt het niet. Als ik praat, dan beweegt hij mee. Ik moet hem ergens anders aan doen. Wenkbrauw. Ah! Ah! Nee, dat is heel pijnlijk. Oké, wacht. Het kan wel. Ah! Oké. Oh, dit is naar. Ik moet zo ook nog hard lopen. Dan kom ik buiten met allemaal rode plekken op mijn gezicht. Oh, shit. Oké, we zijn binnen. Oh, dude, kijk. Oh, dat doet pijn. Auw. Shit, dat had ik niet moeten doen. Ah! Ik kan niet zien of het nu rood is of niet. Oké. Ah, dit is zo pijnlijk. Hoe lang moet ik nog? Oké, jongens. Gelukkig is het bijna de episode afgelopen. Laten we gewoon snel deze fucking dungeon doen. Tot ik deze shit weer van mijn hoofd af kan halen. Huh? Ik hoor een man. Waar is de man? Ik heb geen idee. Dude, dit is best wel een vette dungeon trouwens. Ik herken hem nu wel een beetje. Wel ein bisschen. Volgens mij is dit een soort een beetje dwergachtig ding. Dungeon in het geval. Kun je ook zien aan de bouwstijl. En zo allemaal van die pijpen. En wow, hier is het helemaal bevroren. Ah, jongens, deze doet echt heel pijn. Ik kan het niet. Ik doe hem wel gewoon in mijn oor. Auw. Oké, hij zit in mijn oor. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hij zit op mijn oorlel nu. Iets minder pijnlijk, maar nog steeds pijnlijk. Ik wil die wel hebben. Voor de rest hoef ik hier helemaal niks. Dwarven spider, wat de hel. Hoe kom ik hier doorheen? Moet ik wel deze kant op? Oh nee, ik moet hierheen. Kijk, hier kunnen we ook doorheen. Nice, jongens. Oh, het begint allemaal... Wat was dat? Wow, what the fuck? Dude, doe rustig. Ah, stop. Stop. Ah, hij is al dood. Fucking dwarven spiders, man. Ik moest even mijn wasknijper goed doen, ja. Fucking dwergen. Of dwergen spinnetjes. Mechanische spinnetjes, whatever het zijn. Ik hoor er nog één. Fuck deze, man. Dwarven spider worker. Sodomiet erop. Fuck deze. Yo, the hell. It's creepy, man. Volgens mij moeten we hier naar... Oh, shit. Huh? Oh, ik ben altijd zo gefocust op dat balkje. Dan staat mijn dingetje dat ik daarheen moet. Maar ja, we moeten gewoon de gangen volgen natuurlijk. Komt hier weer zo'n spinnetje aan? Oh my god, ik haat die spinnetjes. Sowieso haat ik... Wat hoor ik? Huh? Daar is er weer een hoor. Ik zag hem niet. Zo, de meter op. There we go. Thanks, Nazgul. Teamwork, bruh. Team fucking work. Oké, hoe diep gaat dit? Niet nog meer spinnen. Yo, wie is dit? Wie fuck ben jij? Sodomiet erop. Oh shit. Was dit een goed idee? Hij is dood toch? Oh, ik dacht heel even dat ik dood was. Wow, hier ligt er nog één. Yo, wat is hier gebeurd? Jadar? Ik heb niet eens gezien wat hij zei. Ik wil hem gewoon dood hebben. Oh, nu liggen ze op elkaar. Wat leuk. Hey, lockpick. Die wil ik wel hebben. There we go. Waarschijnlijk waren hun iets... Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Ik wil het ook niet weten. In ieder geval jongens. Dit was de episode voor vandaag. In de volgende episode gaan wij deze dungeon uitspelen. Mijn hoofd doet pijn, mijn oordeel doet pijn, mijn wenkbrauw doet pijn, mijn neus doet pijn, alles doet pijn. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. Als je het leuk vond, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Heb je misschien weer de challenge meegedaan? Stuur weer een foto naar mij op Twitter. Ik vind het nog steeds geniaal. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik nog wil zeggen is, jongens, auw. Later.